Je kunt hier je gedachten loslaten, je stress loslaten. Je kunt lekker een frisse lucht inademen. Ja, eigenlijk echt ontspannen. De horeca is dicht. Voetbalwedstrijden zijn afgelast en ook veel andere activiteiten zijn niet mogelijk. En daardoor trekken we massaal de natuur in. Volgens toerisme-docent Martijn Smegen groeit de populariteit van wandelen sinds de coronacrisis. Nou, als je ziet wat eigenlijk de belangrijkste redenen zijn voor mensen om in de natuur te gaan wandelen, dat is toch de natuurbeleving. Maar ook het gezond en het fit voelen is een belangrijke reden. Dus ook toch wel een beetje de sportiviteit. En zeker ook nu, doordat de sportmogelijkheden in teamverband op clubs toch wat afgenomen zijn, is dit een prima alternatief wat dat betreft. Dit jaar hebben wij veel meer mensen mogen ontvangen. Landelijk is de trend, zijn er cijfers 30% meer. En hier in de duinen hebben wij dat ook gemerkt. Doordat veel mensen de natuur intrekken die dat voorheen niet deden, ontstaan er soms problemen. En dan merk je wel eens dat ze op verkeerde paadjes terechtkomen. Hè? Dus dat zo'n wandelaar in één keer op een mountainbike trek loopt. En dan botst dat wel eens met de mountainbikers. Ook kan het druk zijn in de natuur doordat veel mensen volgens Martijn kiezen voor de populaire gebieden. Ook de Loonse en Drunense duinen kwamen de afgelopen maanden meerdere keren in het nieuws door de drukte. Maar volgens Irma is het niet zo dat het gebied de toestroom van mensen niet aan kan. Ja, de Loonse en Drunense duinen zijn natuurlijk een begrip en heel bekend en heel geliefd. En op de parkeerplaats kan het heel erg druk worden. Maar je ziet toch wel dat die bezoekers zich in het natuurgebied uiteindelijk wel uitwaaieren. Wil je de drukte omzeilen? Dan hebben Irma en Martijn nog een aantal tips voor je. Als je eens iets verder kijkt op je kaart of op Google Maps, dan zie je dat er veel meer minder bekende en dus ook minder populaire gebieden, natuurgebieden, waarschijnlijk vlak rondom je woonomgeving zijn waar je vrijwel niemand tegen zal komen. Dus waar zie jij nog meer groene plekken waar je nooit geweest bent? Bijvoorbeeld ten zuiden van Tilburg, dat is dan wat verder van de Langstraat af, maar daar ligt prachtige natuur. Nou ja, daar was ik afgelopen zondag nog, gewoon half gevulde parkeerplaatsen. En ik moet er wel bij zeggen, wij vinden het gewoon heel fijn dat mensen die waarde van de natuur opnieuw hebben ontdekt.